Welkom bij Liaan. Ga je met ons mee? Dat je de cliënten ziet groeien, jongeren ziet groeien. Je staat ergens en je maakt een heel proces mee. Het enthousiasme wat je ervoor terugkrijgt. Ja, dat maakt mijn werk elke dag zo leuk. Het is een nieuwe locatie die we in oktober hebben geopend. Waarom een nieuwe locatie? Omdat we vanuit onze visie die we hebben, willen we graag dat cliënten, dat we inclusief zijn met elkaar. Emiel, dit is het Digibod. Dit is het Digibod, dat klopt. En wat zien we hier allemaal op Digibod? Je ziet hier op de ding zie je hier de hoofdpagina van Avelijn. Als dan jullie binnenkomen, kunnen jullie alles zien wie werken er vandaag, wie werken er morgen. Ja. Deze jongens en meisjes die hier werken, die hebben toch een beschutte werkplek nodig. Maar de omgeving waarin we zitten, met naast onze verloskundige praktijk, maar onder ons bijvoorbeeld de apotheek, maakt toch dat we ze in een sociale context neerzetten. Ja, we zitten op de nieuwe locatie. Even wennen natuurlijk, want we zitten nu bij verschillende bedrijven ook in. Het is een bedrijfsverzamelgebouw. Maar dat biedt ook direct weer kansen. We doen onder andere werk voor de apotheek hier beneden. We vouwen de doosjes waar de bekses in gaan elke maand. Dus allemaal werk waar geen druk achter zit, hè? Heel goed. Dan hebben we daar nog een paar vouwlijntjes aan de korte kant. Korte kant. Zie je dat? En zo doen we dat met elkaar altijd hier, hè? Ja, precies. We zitten weer mooi centraal. We zaten natuurlijk even op de Riet. Nu zitten we weer in het centrum. Dicht bij het openbaar vervoer. Dus de cliënten kunnen weer zelfstandig komen zonder dat het al te veel prikkels meeneemt. Ze hoeven niet daarna nog weer een stuk te lopen. We zitten weer dicht bij voorzieningen zoals de winkels. Ze kunnen zelfstandig een boodschap doen. We zitten dicht bij de lunchroom Fijn, ook van ons, van Avelijn. En daar doen we ook veel werk voor, zoals de was. We pakken presentjes in. Zo. De twee. Volgende. Zo. Doen de was voor de bioscoop, doen we elke week. Halen we op, brengen we weer weg. En zo hebben we onderling samenwerkingen met elkaar waar de cliënten deel ook in uitmaken. Ja, we bieden hier dus ook creatief aan. Gerard is een kunstenaar. En dit is wat Gerard onder andere maakt. Je ziet heel veel kleur en ook verschillende gezichten. Gerard ervaart soms stemmen in zijn hoofd. Wat hij uit is in zijn kunst. En dat is echt prachtig. Hij hangt bij menigeen denk ik aan de muur in Almelo. Ja. We hebben er ongeveer zo 12 op een dagdeel. Maar dat verschilt dus ook. Sommigen komen alleen de ochtend. Sommigen komen alleen de middag. Sommigen komen één dag. Sommigen komen de hele week. Ja, zoals vandaag heb ik 17 verschillende cliënten gezien, maar per dagdeel hier echt op de locatie aanwezig zijn er dan ongeveer 12. Als je zou willen komen bij een daglocatie van Avelijn, dan heb je een WMO-indicatie, een jeugdwet-indicatie, een PGB of een WLZ-indicatie nodig. Ik werk al 12,5 jaar bijna bij de Liaan. Is het dat wel leuk vinden om een keer bij mijn advies te komen werken? Ja. Ik sta wat verder van de werkvloer af, maar wat mijn werk ontzettend mooi maakt is als ik hier binnenkom en ik creëer mij aanzien, zeg wat een mooie plek. Hè? Of fijn dat je er bent. Hè? Dat maakt eigenlijk zo'n glimlach, dat maakt eigenlijk al prima. Dat is voldoende, dat is goed. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Bedankt voor het kijken en nog een fijne dag en nog een fijne week. Goed gedaan. Goed gedaan.